De laatste schooldag dit jaar van de leerlingen van de Windhoek was de allerlaatste van drie van hun leraren. Gerrit Steenhagen, Sandra Wenink en Henny Plecht gingen met pensioen. Daarmee vertrok bijna een eeuw aan onderwijservaring. Mr. Gerrit Steenhagen, hoe is dat nou? Volgende schooljaar niet meer hier. Dat is een heel gek gevoel. Dat is moeilijk om daaraan te winnen. Ik zou ze ongelooflijk missen. Dat weet ik nu al zeker. Hoe lang bent u al voor de klas gestaan? Ik ben op 1 januari 1977 begonnen op de Hagedorenschool. Ja, dat is meer dan 40 jaar. Bijna 40 jaar moet ik zeggen. Bijna 40 jaar. Ik moet als leerkracht natuurlijk goed kunnen tellen. Ja. Bijna 40 jaar. Meneer Gerrit is de liefste meester van heel de wereld. Mevrouw Sandra Wenink, hoe lang bent u al onderwijzeres? Ik ben al 37 jaar zit ik in het onderwijs. Ik ben op de Kerkelanden begonnen. En ik zit nu op dit moment 32 jaar op de Windhoek. En nu gaat u weg, hè? Hoe is dat? Ja, we gaan natuurlijk eerst 6 weken vakantie in. Dus dat zal voor mij nog vakantie zijn. Maar daarna, als iedereen weer begint, dan zal ik het waarschijnlijk wel merken. Dat ik dan niet meer aan het werk ga. Dat zal wel heel vreemd worden voor mij. Ze is altijd aardig, ze helpt je gewoon goed met werken. En ik heb heel erg last, moeite ook met rekenen. En daar helpt ze je gewoon ook heel goed bij. Met verhalen voorlezen. En een boek. Stemmetjes nadoen en gewoon een grapjes tussendoor. Dag Diana. Ja, dag Jo. Hoe is dit? Ga je op weg. Doei Jana, oude vijand. Doei mee. Kan ik wel hoor. Goed zo wijzen. Meneer Henny Plecht, hoe noemen ze u? Meneer Henny. Meneer Henny, ja. Hoe lang hebben u les gegeven? 39 jaar. Hoe zijn die leerlingen van u? Waren dat aardige leerlingen? Nou, de klas dit jaar, dat viel wel een beetje tegen hoor. Vooral dat ze dat nu horen, wat ik nu zeg. Nee, dit jaar gewoon weer een gezellig jaar gaat. Echt. Hey meneer Henny, we vinden het heel leuk schooljaar en jammer dat je weggaat.